Hey kijkers van Gamepje wat ik zou en welkom bij weer een nieuwe Mindtopia. Ik ben hier vandaag samen met Maarten. Met Maarten. Het is de eerste keer dat ik eigenlijk met Maarten opneem, ondanks dat ik eigenlijk heel vaak in de Skype ook al met hem zit. Jups. Maar Mindtopia, en je ziet daar achter mij al, zie je een nieuw fort op de zee, zoals ik dat eigenlijk al in de eerste opname had gezegd. En dit. Bam! Het hele nieuwe deel van het fort, want ik heb natuurlijk al heel lang niet meer geüpload. Dat komt door mijn toetsweek. Maar, Maarten, oké. Leuk, grappig, ja. Grappig. Hier is dus het fort en eventjes kijken. Wat we dadelijk in de opnames gaan doen is naar het land van Thomas. En daar gaan we wat dingen traden. En wij krijgen diamonds van hem, omdat wij een tekort hebben aan diamonds. Zeg maar een heel erg tekort. En wij gaan hem gold geven. En ik pak dat alvast, dus hier heb ik Ik heb gold. Ook nog wat gold, 15 gold als je nodig hebt. Ah, oké, is goed. Dan kunnen we dat ook alvast meenemen. Dan ligt er aan hoeveel hij heeft te bieden voor Diamond. Maar, Maarten, waar ben jij? Ik zit nu in het gebouw, want jij ging daar lopen en okay, ik dacht... Ja, dat snap ik. Nou, het gebouw is heel groot, dus ik zal eerst nog, voordat wij naar Thomas gaan... Ik ga niet heel die reis filmen. Zal ik nog even laten zien daar de andere kant, dus die base daar. Oh, hallo. Hey, jongen. Kijk, dan moeten we hier naartoe. Het is heel, heel erg ingewikkeld. En dat zand, dat heeft een soort van tactische... Ja, tactische binnenkomst ding is, dus dat is een lang verhaal. Oh, ja, ga ik niet helemaal vertellen. Oh. Oh, sorry, heb jij geen ding. Nee, sorry. Ja. Sorry. Oké, het spijt me. Oh. Ik ga wel rennen. Komt er een terug. Neem die. Oké, nou ja, in ieder geval hier is dus de tweede beest, die is midden op het water. En die is gebouwd ook door Bram natuurlijk en door Noah, want Noah die is nu ook heel erg actief. En even kijken. Oh, kijk hoe mooi die wolken eruit zien. En dan zie je vanaf hier, zie je daar de andere beest. En ja, als je hier zeg maar vanaf elke kant van het water wordt beschoten, zoals ik in de eerste aflevering eigenlijk ook al had gezegd. Komen er allemaal bootjes. Waar jij bent, Pjennis? Ja, ik ben in die middenbeest. Oh, Maarten, what the fuck? Ja, dat geeft. Je wat ik heb gedaan? Ik ging heen en weer en ik ging dus weer terug. Oh, lol. Lekker, lekker, lekker. Het geeft niet hoor, het geeft niet, ik vind het oké. Okay. Maar in ieder geval, Maarten... jij kan eigenlijk gelijk de weg terugnemen. Daar gaat Maarten ergens tussendoor waarschijnlijk. Jezus, ik ben er net. Oh. We gaan naar het eiland van Thomas. En ik heb de coördinaten. En die ga ik niet in beeld brengen. Want dan verraad ik misschien wel iets voor andere mensen. Ja, gooi het in beeld. Nee, ga ik niet doen. Dus wij gaan nu naar Thomas. Ik ga zo mijn bootje pakken. En dan moet ik eigenlijk weer helemaal terug hier naartoe. Dus tot zo. Oké, jullie moeten echt even zien dit uitzicht hier over ons eiland. We zijn nu op weg naar Thomas, maar dit uitzicht is echt niet normaal, toch Maarten? Ja, dat is pittig goed. Ja, we zijn dus nu op reis en we moeten hier door de hele berg heen. Van het eiland natuurlijk, want het is echt een eilanden... een bergeneiland. eilanden, berg, weet. En we gaan hier onze weg zoeken. Dus ja, het wordt nu nacht, dus we hebben een klein probleempje. Oké, we zijn aangekomen bij het land van Thomas, Team Zarok. De zon is net opgekomen en Maarten, als jij hier alvast die koeien kilt... Jo. Kut, mijn boot. Dan kunnen we die ook meenemen. Ik heb trouwens wel redelijk wat bootjes. Ja, ik ook. Maar ik moet nog even kijken naar de coördinaten. Dus, ja, sorry hoor. Ik ga toch even mijn coördinaten aanzetten. Even kijken. Volg jij mij? Ja, hè? Yep. Oké. Oh, zombie. Nou ja, die kan je wel laten. Even kijken hoor, want dan moeten we... Het is op twee... Ja, even kijken. Volgens mij... Ja, hier wordt al gebouwd. Oké, nou, Maarten heeft het fort gezien, toch Maarten? Ja, daar in de verte. In de verte. Ja, mijn rende dit staat niet zo ver, dus we gaan zo... En even kijken... Oh, ik zie daar al een toren tevoorschijn. Oh shit. Maarten. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Holy damn. What the fuck? Dit is heel erg groot. Dit is heel erg groot. Dit is... oh mijn god. Maar kijk die plek ook waar hun liggen. Oh, ja, ik zie al mensen met diamond armor. Ook voor de mensen die willen weten, ik loop gewoon in iron armor en een iron swordje die bijna kapot is. En hier is Thomas. Ik wel in full dia, maar... Hi Thomas. Mogen we binnen komen? Wow. Komt er nog even eentje tevoorschijn met dia? What the fuck? Oké. Leuk, grappig. Hey, ze gaan slaan. Oké, we moeten meelopen. Kom maar mee, oh mijn god. Oh, ze maken ook zo'n hele loopgraaf hier, oh, joh. Deze shit. Ja, ik weet nog wel, de vorige keer in mijn top, toen was zeg maar dat als je hun base binnenkwam, dan viel de hele voorkant viel weg.
Nice armor to you, dankjewel. Holy shit, dat is zo goed. Oh mijn god. In ieder geval, de mensen die in ons team, die kunnen nu dit ook zien natuurlijk. Hoe hun wees. Oh my god, moet je dit zien. Ja, Gio, ik loop wel achter jou voordat ze gaan slaan. Maar... Oh mijn god, zie dit. Wow, hier zit zoveel tijd in. Deze gangen. We zijn zo goed. Damn. Wow. Kijk ze achter ons lopen. Hè. Dit is echt... Ja. Oh. Waar de fuck gaan we? Gaan ze van de toren afslaan of zo? I don't know. Maar ze komen wel steeds achter ons aan. Ze zijn drie gasten met full dia. Even kijken hoor. Ah, hier. Oké. Maarten, volg je mij nog? Ja, nog steeds. Oké. Thomas. Damn. Zie je die bergen? Ja, hun zijn goed bezig geweest. Oh, we gaan serieus aan de tafel. Oké, nou hoi. Hi Gio. Hi, en nu. Hoe voelt dat enige wat? Ik word gewoon eraf geslagen. Waarom? Wacht. Oh, wat? Je moeder. Stop. Kijk uit. Kijk, dadelijk staat je dood. Ja, maar... Ja, boeien. Oké, ja, hoeveel gold wil je? Ja? ik vertrouw dit echt niet. Nee, volgens mij gaan ze ons gewoon fucking hard buttrapen. Hoeveel? Ik heb nu dus 85 gold. Ja, kijk uit, man. 85. Als ze nu op ons inslaan, ik ren daar van het ding af. Hoeveel dia? Ja, ze gaan al eten, shit. Kijk uit. Oh, geenchant. Hoeveel willen we? 30? Ja, doe maar de 35 of zo. Dat lijkt me gewoon toch best gewoon. Bloks! Oh my god, serieus? Oh, de... 45 dia krijg ik. Oké. Niks zeggen, gewoon geven. Alle gold? Ja, gewoon alle de gold geven. Okay. Gold is bijna niks waard, denk ik. Hij geeft nog wat hout. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Wij gaan weer. Ik heb nog steek, nice. Oké, dankjewel. Kunnen we hier af? Oké, laten we dat maar niet doen. Niet zo slim. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dus in ieder geval, wij gaan weer even dit fort verlaten. Ja, we moeten voor de gangen. Nee, terug hier. Wat? Het overleef je gewoon. Dus in ieder geval, wij gaan weer terug naar onze eigen base. Zoals jullie kunnen zien, hebben hun eigenlijk een nog grotere base dan wij hadden. Wij dachten dat wij een grote base hadden. Mm-hmm. Maar dat is dus ook niet zo. Dus ja, wij gaan even terug. Ja, waar moeten we heen? Volgens mij hierheen, Nadia. Kom maar. Nou, hier bij het vertrek van Team Zarok dus. En je ziet dat ze ook een hele gracht hebben. Waarschijnlijk willen ze daar nog, lava in gaan leggen. Toch? Ja, denk het ook. Ja, dat is goede bescherming. Maar... Ja, wow. Klopt. Maar ja, wij gaan terug naar ons eiland. Daar gaan wij alle diamond opbergen, zodat wij wat diamond hebben nu in ieder geval. En dan zien wij daar jullie nog eventjes terug. Nou, we zijn weer aangekomen op ons eiland. Hier zo in het midden. Maarten moet nog over de berg komen daar, maar ik ben er al. En... ik zie daar trouwens Brammo. Ik ga gelijk de diamonds... Oh, kut. Ik ga gelijk de diamonds opbergen. Dus we gaan hier gelijk via de nieuwe ingang even naar binnen. En dan ga ik tijdelijk even de diamonds opbergen in mijn kamer. Want jullie... trouwens hebben jullie al gezien. Jullie kunnen nu gewoon de opslagruimte zien. Even kijken. In ieder geval, dat laat ik verder nog niet zien. Want dit is eigenlijk niet de geheime opslagruimte. Oh, wat is hier dan? Oh, lol. Even kijken. Hier zo, bam. Diamonds. Hoppakee, daar erin. En dat was weer de aflevering voor Mindtopia vandaag, denk ik. Dus, Maarten. In ieder geval, bedankt voor het meedoen natuurlijk. Yo. Yay! No problem. En Maarten's link staat in de beschrijving. En hier zien jullie nog een mooi uitzicht. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze Mindtopia aflevering. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En ik zeg later. Later!